Goeiedag. Ja, een prachtige lentedag vandaag. Heerlijk weer om eens een wandeling te maken in de natuur. Weinig wind en flink wat zon. De zonnehoed was ook echt wel nodig vanmiddag als je lang buiten bezig was. Want ja, de zon die scheen volop. Prachtig mooie, typische Hollandse lucht op deze foto. Die kleine stapelwolletjes, veel blauwe lucht. En dat leverde een flink aantal zonuren op. Zo. Nou, morgen dan is het ook prima weer. Wel wat meer bewolking en het wordt uiteindelijk ook wat warmer. Want die bewolking die gaat al toenemen in de loop van de avond en nacht. Hier zien we de satellietfoto's van vandaag. Het is lang geleden hoor, dat ik Nederland eigenlijk helemaal kon zien vanuit de ruimte. Er was toch wel vaak bewolking boven ons land, in ieder geval regionaal. Maar vandaag viel dat reuze mee. Vanmiddag dan wel die stapelwolkjes die kwamen. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuidoosten weer toe. Eerst is dat vrij dunne bewolking? Maar geleidelijk aan wordt dat toch wel wat dikker. En hier en daar kan wat gespetter gaan voorkomen in de nacht en vroege ochtend. Maar morgen in de loop dag gaat het opklaren vanuit het zuidwesten. Is er zachte lucht in onze omgeving en gaat de temperatuur flink oplopen. En u ziet daar ook wat buien over de Noordzee trekken. Mogelijk dat Zeeland daar ook wat van mee gaat pakken op dinsdagavond en in de nacht naar woensdag. En dat kunnen dan wel stevige buien zijn. Nou, vannacht, dan hebben we te maken dus met die wolkenvelden, waaruit het hier en daar wat kan spetteren. De temperatuur ligt tussen 9 en 12 graden. En er staat weinig wind. En morgenochtend, ja, dan is die bewolking ook nog wel aanwezig. Maar in de loop van de dag gaat die dan steeds meer breken. En dan kan de temperatuur flink oplopen. Het wordt zo'n 20 graden in de kustprovincies. Landinwaarts 22 of 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En die buien die erin staan, nou, dit is dan misschien nog eventjes de nabee van de ochtend. En dit zou een Bui zijn die aan het eind van de middag, maar waarschijnlijk pas in de avond, kan gaan vallen in Zeeland. Dat is iets om rekening mee te houden. Dan de dagen na. Nou, woensdag, warmste dag van de week. Dan wordt het op veel plaatsen zomers warm. 25 of 26 graden kan het dan gaan worden. Het is wel zo dat er dan uiteindelijk een paar stevige onweersbuien gaan komen. En vanaf donderdag wordt de verwachting toch wel onzeker. We houden in ieder geval rekening met flink wat buien. Temperaturen nog wel boven de 20 graden op de meeste plaatsen. Vrijdag wordt dat al. Wat lastiger. U ziet het, dan blijft die temperatuur wat achter en ziet het er ook vrij wisselvallig uit. Nog fijne dag.